Ik zeg, dames en heren, geef mensen nooit een tweede kans. Ik doe dat niet meer, hè. Maar weet je of je dan weet, vorig jaar, de Roma-zigeuners. Ze kwamen toe in ons dorp. Ik kende wel de Roma-zigeuners, met hun caravanne en hun Mercedes van meer dan 450.000 euro. En door gordijnenkleren houden tanden, kent dat wel, hè. En stinken dat dat toe, Roma-zigeuners. Ik noem de aroma-zigeuners, noem ik dat. Man. Ja, maar ze kwamen daartoe, hè. Oh, maar ik weet niet hoeveel. Ik zei, godverdamme, niet met Hans Solo, hè. En ik ben dus naar de AVV geweest, achter prikkeldraad. En een transfer om er snuk op te steken. Duustvold, hè. Maar echt goed, hè. En ik zo heel mijn lochting afgezet, hè. Met prikkeldraad, hè. De transfer aangesloten. En Sonja liep er rond, hè. Oh, ze had ze dat nog nooit gezien, hè. Ik had gezegd, Sonja, kom een keer hier. Komt er niet aan of gaat een pijren krijgen, hè. Allee, niet van mijn hand, maar van Duustvold, hè, bedoel ik. En met een buur, ja. Met een overbuur was al bezig, hè. Ze van, ja, Frankie Dijk. Ze van, ja, Hans Solo. Ja, weer bezig, hè. Met zijn extreem restgedoe. Ja, Frankie Dijk is zijn amandels laten trekken. In Thailand, voor de gekupte. En zijn naaf van zijn strotten ermee uitgetrokken. Ja, maar niemand deed er last van. Tja, maar ik wel, hè, jongen. Ja, maar ja, klote, kijk die mensen doen. En een week erachter overal ingebroken, behalve bij één iemand niet. Bij wie? En het was stil, ze, in de straten. Ik zei, ik ga een keer op bezoek gaan met Frankie Dijk. Het voordeel was, ik moest niet bellen, want de deur was toch geforceerd. Ik zei, is er iemand thuis? En hij zat er in de zetel, maar hij zag er niet goed uit, zei Frankie. Oeh. Nee, echt ja, een beetje depressief. Zo wat, ik zei, Frankie, jong. Ja. En ja, dat is een raar gevoel, hè, als er iemand in je huis zit. En in de plaats van rancuneus te zijn, nee, ik ben zo niet. Ik ben sociaal, dames en heren. Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Ik zei, godverdomme, Hans Solo, hier moet iets aan doen. En ik ben naar de gemeenteraad geweest. Ik heb die deur doorheen gestampt. En midden in de gemeenteraad gaan staan en een burgemeester. Ja, maar Hans Solo, u moet eerst een amendement indienen om hier op de plenaire zitting te mogen binnenkomen. Ik zei, meneer de burgemeester, ten eerste, geen moeilijke woorden. En ten tweede, die Roma-zigeuners die moeten hier buiten, nu. Ja, maar Hans Solo, dat is je reinste racisme. Ik zeg, wat blief, racisme? Ja, maar u hebt geen respect voor die cultuur. Ik zeg, wat? Ik zeg, nu moet je een keer goed naar mij luisteren. Roma-zigeuners, dat zijn zigeuners. En zigeuners die trekken rond. Dat is hun cultuur. En waarom trekken die rond? Omdat die overal weggejaagd worden door de plaatselijke bevolking. Dat is hun cultuur. En het is onze taak als plaatselijke bevolking om die Roma-zigeuners weg te jagen. Want als ze niet wegjagen, dan blijven ze staan en dan is hun cultuur kapot. Voilà. Maar ja. Echt waar, jongen. Volledige stilte op de gemeenteraad. Consternatie. De wietsigaretten vielen op de grond van verbazing. De vuil van onder de dossiers werden week en er was geen één gemeenteraadslid die nog aan de bal van de burgemeester durfde leggen. En een burgemeester stelde hem recht en hij kwam naar mij en zei, Hans Solo, wat jij hier gezegd hebt, dat is gewoon geniaal. Echt waar, staande ovatie, jong. Heel die gemeenteraad naar buiten en naar die Roma-zigeuners en mee in de dossiers naar onder de kop. Die Roma-zigeuners verschoten en er zat, jongen. En vijf minuten later was de laatste Roma-zigeuner verdwenen uit ons dorp. Dankzij wie? Dankzij Hans Solo. Merci. Ja, maar ja. Kijk, en hey, iedereen was content bij ons in het dorp, echt waar. En die Roma-zigeuners ook, hey, want hun cultuur was weer in stand gehouden. Hey. Iedereen was content. Ja, en spontaan volksfeest. En op het einde van het jaar, hey, jaarlijks bal van de burgemeester. Wie heeft er een medaille voor moed en zelfopoffering gekregen? Oh. De burgemeester. En vind ik dat erg? In principe niet. Mocht ze het wel appreciëren. Goed, we gaan verder.